Terwijl ze daar aan het onderwerpen kwam er plotseling een granaat uit dat gebouw naar ons toe. Schietpartijen weer. En tijdens dat ogenblik is die Melody gedood. Ik was 5 meter van die plaats. Hè? Een dode generaal. 600 gesneuvelde soldaten in een paar dagen. Dat kunnen de Engelsen niet over hun kant laten gaan. De Engelsen zijn niet van plan om die ultimatum in te trekken. En toen hebben wij gevraagd, wat zijn jullie instructies aan ons in Surabaya? Wij laten het aan jullie over. Nou ja, wat betekent dat? Ja, die Jakarta mensen af en toe hebben het makkelijk. Hè? Maar daar zitten we. En toen hebben we nog gezegd, nee, niet overgeven. Wachten we tot de volgende ochtend 6 uur, 10 november, en toen vallen de eerste bommen. Van de 4 steden die de Engelsen op Java zouden bezetten, staat Surabaya als 4de op de lijst. Ook hier verwachten ze niet veel moeilijkheden. De zoveelste misrekening. De Republiek is ondertussen ook bezig een echt leger te vormen. Met als instructeurs de ooit door de Japanners naar huis gestuurde PETA-officieren en soldaten. Ze krijgen hun training om te vechten met compagnieën en bataljons, zoals het geregelde Japanse leger. Hun wapens zijn de uitrusting van de Japanners, waarvan het nieuwe leger steeds meer pakt, steelt, koopt of krijgt en waarvan het graag gebruik zal maken. And of course the worst thing of all was the General Nagano handing over all his arms in the Surabaya area to the 1st Indonesian Division. This Dutch captain, I don't know if you traced his name or who he was, who flew in and said he'd been authorized by Admiral Helfrich in Mountbatten's name to accept their surrender in East Java and got them to put all their arms and equipment, guns, tanks and whatnot onto the airfield. And so they were just picked up by the Indonesians and became a very powerful and dangerous and nasty force. Dus de Engelsen kwamen daar en wij gaan verder praten met hen, maar ze gaan bezetten. En dan gaan ze ook die wapens weer terugvragen. Die Engelsen. En ze hebben dus met geweld, hè. Jongelen die dus gaan surveilleren overal zo, hebben ze dus die wapens ontnomen. Toen zijn we bij elkaar gekomen. Op die 28e oktober in de middag komen we bij elkaar. Ik bedoelde onze regering. Met elkaar zegt dit en dit. Wat doen? Slaan. We zijn geslagen. En dat duurde dus 28, 29 tot 30 oktober. Dus al die eenheden van het leger, het Britse leger van 6000, we hebben ze omsingeld. En omsingeld door wie? Door het volk. Door de jeugd. They were very strong. Because they one of the few divisions that they organized as a infantry division, and they reinforced that with all the tanks, guns, and the ammunition of the Japanese division that was based in Surabaya. And there was this mob of armed civilians, several hundred thousand strong, and they hung about on the edge of any fighting, and when any chance they had, they swarmed in enormous numbers with machetes and axes and bars and all sorts of knives and that sort of thing, cruises. And made it very, very difficult. De onervaren generaal Mallaby, die de brigade aanvoert, verspreidt op een onhandige manier zijn troepen over de hele stad en verzwakt zo zijn kracht.
Ze moeten de strategische punten innemen en de kampen beschermen waarin de vroegere gevangenen van de Japanners nog of weer zitten. Al die plekken krijgen golven van aanvallen te verduren en pardon wordt daarbij niet gegeven. Als een konvooi vrachtwagens 150 vrouwen en kinderen uit een belegerd kamp naar de haven probeert te vervoeren, moet het stoppen en begeleiders vrouwen en kinderen worden zinloze slachtoffers van haat en wraakzucht. De hele brigade dreigt net zo in de pan gehakt te worden. Well, the only thing to do was to stop it. That was the first duty of any commander, that the security of his own force. And it was so weak there, only one brigade, and it was strung out in posts all over the place, that it looked like being overwhelmed. And so I made the decision that as Sukarno had started this business, that he must go and stop it. And so I put him into my aeroplane with General Hawthorne and sent him to Surabaya, and told him he'd jolly well got to stop it, all this fighting, and come and talk. And he did, to his great credit, and went into the middle of the fighting, carrying a little red flag, and did stop it temporarily. Even na 3 dagen daalt inderdaad de rust over de stad en liggen de tegenstanders tegenover elkaar. De Indonesische aanvoerders hebben echter hun mensen niet goed in de hand. Het merendeel is dan ook geen soldaat, maar bestaat uit massa's buitenzinnig geraakte burgers. Er hoeft maar dat te gebeuren en ze stromen weer de straat op. Mogelijke slachtoffers als Chinezen wachten dan ook gespannen af wat komt. En tussen kampen en huizen gaan mensen met de dood in het hart op zoek naar familie. Ook gaat brigadegeneraal Mallaby er persoonlijk in een auto op uit om die wapenstilstand te laten naleven en om zijn belegerde mannen te ontzetten. Toen is er nog schietpartijen in 2 plaatsen. En dat is in PPM-gebouw, dat is dicht bij de haven, en die internationaal-gebouw. Nou, hoe kunnen we die lui bereiken? We kunnen ze niet bereiken. Het is beter dat die daar zelf komen. Nog genoeg, allemaal zo. Met 7, 8 auto's, zo allemaal daarheen. PPM-gebouw is heel eenvoudig. Hè? Dus we hebben de mensen tot bedaring kunnen brengen. Jongelui opgehouden met schieten. En die Engelsen binnen opgehouden met schieten. Jullie gaan weg. Om 5:30 gingen we naar het internationaal-gebouw. En daar is het moeilijk. Want dat volk zegt, wat gaan we die Engelsen loslaten? Nou, we zijn hier aan het winnen. Zo. En toen gaan wij met deze partisans, hè. Deze guerrilla jongens die nooit hebben begrepen wat eigenlijk internationaal recht is, moeten gaan praten. Maar ze zijn al zo, ze zijn dol geworden, hè, door het ruiken van het bloed en van het lont. Hè. En dan zeggen ze, nee, maar ze hebben ons, kijk maar, hoeveel mensen hebben ze van ons gedood? Hè? Nee, we hebben heel lang, meer dan 30 minuten, hè, en hebben we zelfs op de dak van de auto moeten staan om die mensen te zeggen, goed, alright. Nou, zenden we iemand naar binnen om die Engelsen te praten. Terwijl ze daar aan het onderwerp kwam er plotseling een granaat uit dat gebouw naar ons toe. Schietpartijen weer. En tijdens dat ogenblik is die Mallaby gedood. Ik was 5 meter van die plaats, hè. Een dode generaal, 600 gesneuvelde soldaten in een paar dagen. Dat kunnen de Engelsen niet over hun kant laten gaan. Zelfs al had Mountbatten gezegd dat voor die herbezetting van Nederlands-Indië geen enkele Engelse vrouw weduwe mocht worden. Dus komt nu een hele divisie met zwaar materieel naar Surabaya. Rustig bouwen ze een overwicht aan wapens op tot ze voldoende sterk zijn en dan richt hun nieuwe aanvoerder, generaal Manshurk, zich tot de Indonesische leiders.
toen ze sterker waren, op die 9e toen gaan ze ons dat ultimatum geven. Dus plotseling komt die generaal Menserk, en die generaal Menserk heeft dus met onze gouverneur gesproken, ik was erbij, en dan zegt die meneer Menserk, I am General Menserk, the new commander, and I would like to introduce myself. I come here for maintaining order against all the looters and the bandits. Dat praat je toch niet tegen de gouverneur. En die gouverneur was een Javaan, een feodaal, wel respected. Ne? Hij voelde dat aan, wat is dit? Nou, hij wil hem niet meer ontmoeten. Hij ging weg. En toen laat hij achter. En daar komt dus die brief toen aan mij, die naar mensen. En daar staat, op die 9e om 6 uur 's middags moet iedereen zo komen met handen op, ne? Met een witte vlag. En alle wapens moeten ingeleverd worden. Of anders, dan gaan we op 10 november de stad bombarderen. Die avond hebben wij met Jakarta telefonisch contact. 2 keer, 3 keer. Jakarta zegt, we gaan even onderhandelen met de Engelsen. En toen om 11 uur 's avonds toen kwam het terecht. De Engelsen zijn niet van plan om die ultimatum in te trekken. En toen hebben wij gevraagd, wat zijn jullie instructies aan ons in Surabaya? Wij laten het aan jullie over. Nou ja, wat betekent dat? Ja, die Jakarta mensen af en toe hebben het makkelijk. Hè? Maar daar zitten we. En toen hebben we nog gezegd, nee, niet overgeven. Wachten we tot de volgende ochtend 6 uur, 10 november, en toen vallen de eerste bommen. 11 november vertrokken we naar Surabaya en dat was een heel vreemd gezicht. Aan de ene kant zie je trucks vol beladen met vluchtelingen, schreeuwende, Merdeka, Merdeka, hé, geëvacueerd uit Surabaya naar, dus waar ik zat was Malang, naar zeg maar, veiliger oorden. En wij, uit het veilige gebied, naar Surabaya, het was een vreemd gevoel. En, maar ja, dat deed je wat hoor, Merdeka, Merdeka, Merdeka. En waarachtig, we kwamen Surabaya binnen. Nou ja, je zag de vijand niet, je hoorde alleen maar de vijand. Alles trilde, die kanonnen, die vanuit Tanjung Perak, dus de haven. Van daaruit werd geschoten, vanuit de oorlogsheven. En boven zag je de Mustangs zijn dat, die gevechtsvliegtuigen voor de Engelsen. Mitrailleurs, nou ja, dat is een hel spektakel. Je hoort niets dan alleen maar gesjerp en gefluit van kogels en die bommen, waar zijn ze gevallen? Dat weet je niet, maar ja, daar zag je de gewonnen, dus je hielp zoveel je kon. Ja. Dat was alles. En je zag daar staaltjes inderdaad van echte heldenmoed. Dan zag je een jongeman, wiens beide benen echt verbrezen waren, op een brancard naar dit ziekenhuis gebracht. En nadat hij geholpen werd, verbonden en in gips. Zijn benen in gips gezet, dat hij de opdracht heeft, breng me terug naar mijn stelling. En ik begrijp ook niet waar die durf van die mensen komen. Plots zijn ze fanatieken. En daarom, als later Van Mook, of wie dan ook, geschreven heeft, het is net alsof daar die geest van die Franse revolutie kwam. Kan ik me indenken, hè? Dan zie je Dantons, hè? Mensen die dus gewoon wreed, zoals bloed gaan drinken, ik heb ze gezien. Dit is een wanhopig geval. Maar in elk geval, 21 dagen lang, hè? Toen waren dus de laatste dagen, was ik dus in het zuiden, in Monochrome. Dan hebben we met die dierentuin. Hè? Daar zitten we met de dierentuin. Wat moeten we doen met die dierentuin? Weet je, Surabaya heeft de grootste dierentuin. Hè? Nou, toen heeft dus die verdedigingsjongens aan mij gevraagd. Hè? Maar Ruslan, Minta, Prenta, vraag orde. Wat moet er gebeuren met die dierentuin? Dan zeg ik, god, ja, wat moet je gaan? Laat ze maar los. Als we al weggaan, laten ze die Engelsen maar aanvallen. Ik weet niet, die slangen of zo. Nou, maar in elk geval, wij behouden onze humor nog. Wat moet je doen met die dierentuin? Ik heb later gehoord van een van die jongeren, later in West-Iran, toen ik in 1973 naar West-Iran
was er een hele partemoan, een hele ontmoeting. En daar ging een van die kolonels, die zegt, Barroso, herinnert u nog? Ik heb uw order uitgevoerd. En dat is die dierentuin losgelaten. Alleen de beren willen niet. Die willen niet eruit. Nou, je praat nog niet, zeg. Dat is 73. Maar dat is toch... het typeert, hè? Dat was een volksstrijd. Een volksstrijd. Helaas dus ook met volksverliezen. Hoeveel precies is onbekend, maar men schat het aantal doden aan de Indonesische kant rond de 7000. De Engelsen leiden hier zwaardere verliezen dan in gevechten tegen de Japanners in Burma. En de gevechten overal in Indonesië met nationalisten kosten de Japanners meer doden en gewonden na 1945 dan toen ze in 1942 heel Indië op het kneel veroverden. De Engelsen zitten buiten verwachting opeens opgescheept met een complete oorlog. En nog ineens sneuvelen de soldaten voor een Brits belang, maar voor een brave, kleine, zichzelf overschrevende koloniale bondgenoot, Nederland. Terwijl ze helemaal niet onzichtbaar staan tegenover de vrije streken van de Indonesiërs, de Merdeka's, zoals ze ze niet kozen. De straatgevechten duren 21 dagen en zijn natuurlijk voor de burgers een hart. Die helemaal niet weg kunnen, zijn de mensen tussen de strijdende partijen. Als de ergste gevechten voorbij zijn, volgen de zuiveringsoperaties waarbij de stad wordt uitgekampt op zoek naar tegenstanders die vaak verbijsterend jong zijn. De troepen vechten tot aan de rand van de zeer uitgestrekte stad en houden daar halt. Het tussenliggende gebied zuiveren ze wel zeer grondig en tegen gevangenen gaat het niet vriendelijk toe. Aan de rand van de stad, de zogenaamde perimeter, zal nog maanden worden gevochten door de Britse troepen. Van hele stukken Surabaya staan dan nog slechts ruïnes overeind. Een zorgelijk vooruitzicht. Veronderstel dat het zo op nog veel meer plaatsen in Indonesië zou gaan, dat de ene oorlog op de andere zou volgen. Nog meer verwoesting zou worden opgestapeld op de vele ellende die de Japanse bezetting al bracht. Maar de nationalisten voelen dat de zware gevechten ook een politieke betekenis hebben. Zo ook Pusono, een veteraan van de slag om Surabaya. Ik denk dat vergeleken met Stalingrad, Terowitz en Surabaya, als je dat kinderspel zal zijn geweest. Ja, maar daar gaat het nooit om. Maar de zaak was dat daar dus gewoon geschoten en gevochten werd. En dat dit is propagandistisch bekeken, niet waar? Het liet zien dat Indonesië dus inderdaad zijn vrijheid wilde verdedigen. Ik denk dat het toen voor het eerst ook door de Nederlanders is doorgedrongen, door de Nederlands-Indische top in Jakarta, dat het toen is doorgedrongen, dat dit inderdaad niet zomaar zo en door de Japanners bedacht de tijdbom was, waar je vanaf kon door de top even op te pakken en daarna een bataljon mariniers over Java te sturen en dan zou de zaak wel weer gesust zijn. Ik denk dat ze toen heel goed beseft hebben dat er heel wat meer nodig voor was. Dat toen ernst werd gemaakt met de opbouw van het Nederlandse leger om de republiek te heroveren. Generaal Christensen krijgt Van Mook en de nieuwe Indonesische premier Syahrir aan de onderhandelingstafel. Syahrir heeft niet met de Japanners samengewerkt en is dus veel acceptabeler voor de Nederlanders. Realisten als de Engelsen zijn, willen ze Nederlanders en Indonesiërs overtuigen dat vechten minder uithaalt dan praten.